We zitten hier vandaag in de Veluwe bij het kampvuur. Nou, dat is echt zo lekker. En zeker op zo'n mooie, prachtige dag als vandaag. Marshmallows roosteren. Ja, dat kan eigenlijk maar op één plek. De scouting. Dat klopt. Welkom. Dank je. Vandaag is het open dag. Scouting Kuik. We bestaan eigenlijk 76 jaar. Maar we vieren het omdat corona helaas het vorig jaar ons niet liet doen. Maar vandaag is het open dag. Zodat iedereen kan kijken wat scouting te bieden heeft. Zowel hier op de Blokket als ook in de Joel. Het wachtschip wat we ook hebben. Ja. Twee plekken hebben jullie, hè? Dat is wel echt heel luxe, of niet? Dat is hartstikke mooi. Dan kunnen we meer bieden dan wat heel veel scouting in deze omgeving kan. Zowel op het water als natuurlijk fikjes stoken. Want dat hoort natuurlijk bij scouting, hè? Ja, dat hoort er echt bij, hè? Eigenlijk het liefst nog 's avonds onder de sterrenhemel. Dan wachten we gewoon nog een paar uurtjes. Ja. Scouting Kuik, 75 jaar vorig jaar, nu het grote feest. Hoeveel leden zijn er ongeveer? Dus ongeveer een 110, 120 leden die we hebben. Dus verdeeld over zowel de water als de landtak. En eerlijk gezegd hebben we zelfs ook een blauwe vogelstak. Mensen met een beperking zijn ook welkom bij Scouting Kuik. Dus eigenlijk gigantisch veel mensen die jullie dan bereiken. Absoluut. Leuke doelgroep vanaf 7 jaar tot 18 plus. Zijn de leden bij ons. En natuurlijk als je graag als vrijwilliger in wil zetten, kun je hier blijven tot je 90 jaar bent. Geen enkel probleem. Want op veel plekken is het zo kinderen te over, maar leiding? Ja, als mensen daar nog graag een steentje aan bij willen dragen, graag. Nou, ik doe een oproep. Nou, als er dus mensen zijn die heel graag met kinderen willen omgaan, lekker buiten willen zijn en denken ik wil scouting toch helpen, zijn die absoluut van welkom om hier mee te helpen met de jongens en meisjes. En vanavond een reunie. Ja hoor, want ja, we denken niet alleen aan de mensen die jong zijn, maar ook aan de mensen die hier vroeger ook bij waren. En die mogen ook natuurlijk komen, want ja, oude foto's, oude dingen, herinneringen ophalen, dat hoort ook bij het kampvuurtje. Dus dat zal zeker gebeuren. Ja. Ja. Verwachten jullie vanavond ook veel mensen? Nou, de reunie is van 4 tot 6. En natuurlijk blijven er altijd wel een paar hangen. En hoe bevalt het hier in de Veluwe? Want jullie hebben toen een prachtig mooi nieuw gebouw gekregen. Mm-hmm. Jullie zitten er niet alleen. Er wordt ook wel eens verhuurd naar andere groepen. Dat gaat goed allemaal zo, die samenwerking? Ja, dat gaat een beetje op en neer. Soms is het heel druk hier en soms moeten mensen helaas teleurstellen. En er zijn ook jaren bij dat het heel rustig is. Zeker in de coronatijd was het wat rustiger wat betreft verhuur. Maar ja, er zijn nu weer verenigingen die heel graag gebruik willen maken van de faciliteiten die wij hier hebben. We hebben een mooie grote ruimte, hebben wat kleinere ruimtes dan ons op. En die kunnen dus gebruikt worden voor allerlei zaken. Informatie daarover is natuurlijk te vinden op jullie website? Op de website, absoluut. Geen enkel probleem, kunnen mensen zich daarop melden. Ja. Ik zag zojuist al dat jullie nu de ruimte heel leuk hebben aangekleed. Er hangen allemaal shirts, zag ik, met emblemen die jullie hebben gehad en zo. Vitrines ingericht. Zeker. Allemaal voor vandaag? Allemaal voor vandaag hoor. Normaal gesproken hangt het er niet. Want ja, als je een spel wil doen in de hal, dan hangt het natuurlijk in de weg. Hè? Dus dan moet je het natuurlijk weg hebben. Nee, alleen voor vandaag hebben ze het mooi netjes opgehangen. En kunnen we het laten zien aan iedereen die er graag wil kijken. Ja. Als mensen denken, ik wil toch echt ook bij de scouting of leiding worden of nou ja, meer informatie hebben, noem even waar ze terecht kunnen. Ik zou bijna zeggen, ga gewoon op de scouting website kijken van Scouting Kuik. Dat is de beste manier om informatie te halen en ook daar kun je meteen ook aanmelden als je eens een keertje toch wel wil kijken hier. En anders kom lekker gezellig op de vrijdagavond of op de zaterdagochtend hier kijken. Ja, gewoon even binnenlopen, gewoon kan ook. Binnenlopen, een gezellig praatje maken en wie weet raak je besmet met het scoutingvirus. Okay. Nou, dankjewel voor de tijd. Graag gedaan. Wat ga je nu doen? Fikkie stoken. Fikkie stoken? Ja, echt wel. Lekker, geniet ervan. Ja hoor, tot ziens. Mama. Ja, ik maak een foto van je. Oké, goed. Ja, laat me los. Ja. 1, 2, 3. Wow, ja! Even op. Het is de laatste kleur. Maar dat is niet altijd beter. Probeer aan de andere kant. Bij de truc zei ze, ja, de scouts zijn heel vaak glimmen. Wij niet. Oh, ik zei, ja, dan. Ja, ik heb het. Ja, ben je boven?
Niks in het water gooien. Oh ja, precies. Lekker hè? Nee, ja, je moet zelf hier wel de duim houden. Waar we zojuist bij Scout en Kuik aan de Galberg in de Valuwe, zijn we nu in Linden aan het water. Oh, heerlijk. Want hier zit de waterscouting. Bij mij heb ik Nadja. En hierachter liggen de boten. Jules? De Jules inderdaad. Ja, die ligt even verderop. Dat is ons grote wachtschip. En ja, zoals je hierachter ziet hebben we ook de kleine zeilbootjes. Daar hebben we nu een leuke vaaractiviteit mee. Dus ja, we kunnen volop het water op. Ja. Ja, is het op de landscouting vuur maken en dat soort dingen? Hier hebben jullie hele andere activiteiten. Ja, dat klopt. We doen ook lekker vuur maken, daar houden we ook wel van. Maar hier draait het programma vaak meer om lekker varen. En dan is het zeilen of roeien of frikken, mochten de mensen dat kennen. Of doen we spellen ook op het water, zeker met de kleintjes. Wil je een beetje spelenderwijs ze bekendmaken met het varen. Ja, en daaromheen ook nog andere leuke activiteiten op het land. Want in de winter heb je minder mogelijkheden om te varen. Maar ja, dat is wel de hoofdmoot. Ja. De waterscouting, bestaat die ook al zo lang? Nee, de waterscouting bestaat iets minder lang. Ik moet het exacte aantal jaren dat de waterscouting van Scout en Kuik bestaat je even schuldig blijven. Dat weet ik even niet. Maar ja, het is wel eigenlijk al van begin af aan dat het, toen we waterscouting hadden, dat het één vereniging was met zowel de landtak als de watertak. En ja, dat is best wel uniek. Dat hebben ze in heel veel verenigingen hebben ze het niet. Dus daar zijn we ook wel trots op. Ja. Jullie hebben een prachtige plek hier aan het water. Een mooie nieuwe loods die er sinds een paar jaar staat. Gigantisch grasveld, dat hoort echt allemaal bij de scouting? Het is niet eigendom, geloof ik. Het is wel openbaar terrein hier, maar wel, ja, wij zijn wel echt de hoofdgebruiker en we mogen het wel ook verhuren, bijvoorbeeld voor andere scoutinggroepen als ze op zomerkamp komen. Dus ja, we hebben echt heerlijke ruimte om lekker spellen te doen en rond te rennen. En ja, echt ja, heel fijn terrein. En wat voor leeftijden hebben jullie zoal? Eigenlijk van jong tot oud. Ze beginnen bij de bevers. Dat zit op de blokhut van 5 tot 7 jaar oud. En vanaf dan kunnen ze eigenlijk ja, kiezen, land of water. Dus vanaf de 7 jaar begint het ook op het water. En dat gaat door tot 18 jaar. En we hebben inmiddels tegenwoordig ook weer een groep die een beetje van allebei is tot 23 jaar. En die kunnen natuurlijk altijd leiding worden. Want ja, dan... mag je voor altijd blijven. Ja, want dat hebben we begrepen. Leiding is eigenlijk altijd welkom, hè? Leiding is altijd welkom, zeker. Ja, ja. Waarom zou je leiding worden? Ja, waarom niet? Waarom ik zelf leiding ben geworden is omdat ik het ontzettend mooi vind hoe kinderen zich ontplooien bij scouting. Hoe ze groeien, zich ontwikkelen, zich met hele andere dingen en vrij bezighouden dan, nou, dan bijvoorbeeld op school.
En ja, het is natuurlijk heel anders dan voetbal of zo. Daar heb je competitie meer. En hier is het veel meer gericht op samenwerken. En ja, gewoon gezamenlijk allemaal gezellige activiteiten doen. Dus, ja, kinderen kunnen zich op een andere manier ontplooien in ieder geval hier. Ja. Maar goed, als scouting zijn of als leiding zijn heb je natuurlijk ook wel een verantwoording. Hier aan het water. Dat is toch ook wel pittig om op te letten allemaal. Ja, dat veiligheid staat zeker voorop, want je bent natuurlijk gewoon op een voertuig. Dus dat moet je nooit vergeten natuurlijk. En er zijn gewoon verkeersregels op het water. Dus de kinderen dragen ook altijd bijvoorbeeld zwemvesten, veiligheid. En ze moeten wel minstens diploma A en B hebben. Dus dat zijn eigenlijk, daar zijn we wel altijd heel bewust mee bezig. En het is een verantwoordelijkheid, maar het is ook wel heel erg kicken als het dan allemaal lukt. En als je dan mensen plezier ziet hebben, dan dat geeft echt ontzettend veel voldoening. Dus mensen die denken van, dat vind ik ook wel leuk voor mij of voor mijn kinderen, die kunnen altijd even langslopen? Ja, zeker, zeker. En weet ons ook zeker te vinden op via onze social media, de website, of stuur een mailtje. Mensen die willen komen kijken zijn altijd van harte welkom. En anders loop je een keertje langs, want wat ik zeg, op zaterdag is hier altijd voldoende reuring op het terrein de hele dag. Ja. Nou, dankjewel voor je tijd. Wat ga je nu zelf nog doen vandaag? Wat ga ik zo zelf doen? We zijn hier nog even de laatste activiteit van de open dag. Hebben we hier nog lopen, dus daar ga ik zo zeker nog even een rondje over lopen. Nou, dankjewel en gefeliciteerd met jullie 75-jarig bestaan. En één. En één, ja, dankjewel. Dankjewel voor jullie komst. Ja, en dan zit ik dan op de boot bij de scouting, de watertak. En bij mij zitten de twee heren. En hoe heten jullie? Lucas en Floris. Hoi. En hoe vinden jullie het om hier zo te varen? Ja, ik vind het wel leuk. Ik zit zelf ook bij de zeekenters van Scouting Duik. En ik vind het altijd heel leuk. Ja, zit je al lang bij de scouting? Ik denk nu 3 of 4 jaar. Zo. Dus je hebt al vaak gevaren? Ja. En jij? Nee, ik ben hier. Mijn vriend heeft mij meegenomen. En ik zie jullie met een stuk touw hier. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn nu het fok aan het behouden. Het fok aan het behouden? Ja. Wat is dat dan? We proberen het fok goed te krijgen dat we vooruit gaan. Oh, nou en dat lukt merk ik. Ja. Dus je doet het goed? Ja. Oké. Okay. En wat gaan jullie nog meer doen zo op de scouting, behalve varen? We doen regelmatig spelletjes op land en heel veel andere leuke dingen. Ja, nou super. Er zijn nog meer mensen hier op de boot. Hallo. Lekker veilig met het zwemvest aan. Het is genieten hè, hier op het water. Heerlijk. Heerlijk. Een beetje wind. Nou, dank jullie wel. En brengen jullie ons weer veilig naar land zometeen? Ja. Goed zo. Dank je wel. Hoppakee. Goed zo. Goed zo. Oh, je wordt een bovenmaat voor. Ik voel het. Ja, jongens. We gaan natuurlijk heel bij de scouting. Ja, ik denk dat Sido en Boris het zijn. Ja, ik moet de bekken van baan worden. Zo, met z'n tweeën. Nou, dank jullie wel, hè? Ja, allebei. Dank je wel. Doei, doei. Ik ben even met inplassen, ik zie jou zo. Ja, is goed.